Smaldeel 5 van de Koninklijke Marine met aan het hoofd het vliegkampschip Karel Deurman bracht een bezoek aan de Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro, gelegen aan de baai van Guanabara. Deze prachtige natuurlijke haven wordt beheerst door het suikerbrood, de beroemde berg die zijn naam ontleent aan zijn typische vorm. Bij aankomst in de baai werden saluutschoten gelost voor de Republiek Brazilië en voor de vlag van de opperbevelhebber van de Braziliaanse zeestrijdkrachten. Hare Majesteits Karel Deurman is het vlaggenschip van het smaldeel, waartoe voorts de jagers Groningen en Limburg en de tanker Meidrecht behoren. Na de begroetingsceremonie stoomde het smaldeel op naar de haven, waar de Karel Deurman meerde aan de kade genaamd Praja Mala. De beide jagers gingen voor anker aan de pier van Praja Mala. Na aankomst werd het smaldeel bezocht door de ambassadeur van Nederland in Brazilië, baron Lewe van Aduard, die vergezeld was van de eerste secretaris van de ambassade. De ambassadeur werd ontvangen door de smaldeelcommandant commandeur Ferverda, die van de gelegenheid gebruik maakte verschillende punten door te nemen van het programma dat in de 6 dagen van het bezoek moest worden afgewerkt. Op het Praia de Botafogo staat het standbeeld van de beschermheer van de Braziliaanse marine, admiraal Joaquim Lisboa, marquis van Tamandaré. Met een kranslegging bij het monument door commandeur Ferverda en kapitein ter zee Marcus eerde de Nederlandse marine de nagedachtenis van deze admiraal, die in de 19e eeuw onschatbare diensten bewees. Als bevelhebber van de Braziliaanse vloot droeg hij in belangrijke mate bij tot het bereiken van de nationale eenheid. Aan het slot van deze plechtigheid werden onder